Van heel veel momenten. Ja. Ik probeer het een beetje te verzachten. Nee, ga jij er weer overheen. Lekker. Van de kerststress gaan we naar de werkstress. Want hoeveel mensen hebben jaarlijks, denken jullie, last van een burn-out of burn-out klachten? Wat denk jij, Jelies? Nou, ik denk echt misschien wel 800.000, meer dan 500.000 misschien wel. Ja, ja. Nou ja, 1,3 miljoen mensen. 1,3 miljoen nog erger, ja. Ja. Hebben jullie er ooit wel eens last van gehad, van die klachten? Ja, nee. Als ik die mevrouw zit heel erg te lachen daar. Zijn geen goede vragen? Nee, ja, okay. Ik weet niet. Oké, okay. Nee, wie heeft er last van gehad bij jullie? Nee, ja, niet echt. Nee, ik ben ook heel streng opgevoed. Van oké, okay, we gaan weer verder en schouders eronder. Maar in de Kamer hebben mensen toch heel veel last ook van burn-out klachten. En daar wordt toch ook geklaagd over de werkdruk? Ja, dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk ook best wel een pittig bestaan. Dat is absoluut zo. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je daarin wel, ja, als je zelf daar sterk in bent en je kunt daarin ook goed keuzes maken, prioriteiten stellen, ja, dat helpt natuurlijk ook wel heel erg. Want ja, in ons werk, de hele dag door gebeurt er natuurlijk van alles. Ja. Waar je eigenlijk wat van moet vinden of op wilt reageren of wat aan wilt doen en allerlei misstanden. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee, maar aan de andere kant, werkgevers zijn nog steeds niet in staat om die hoge werkdruk aan te pakken. Dat is ook logisch, want het is natuurlijk tekort aan mensen. Wat kunnen we daaraan doen? Is er eigenlijk wel een stip aan de horizon? Vraag me af. Ja, het ligt er natuurlijk ook heel erg aan welke sector het is. Want er zijn ook ontzettend veel banen in Nederland waarvan ik denk, ja, dat je je af moet vragen. Ja, willen we dat? Of kunnen we die mensen misschien wel veel beter gebruiken, bijvoorbeeld in de zorg? Ja. Nou, in de zorg is bijvoorbeeld ook weer heel veel bezuinigd. Dus er zijn ook heel veel mensen ontslagen die er wel hadden willen werken. Mm. En dat zijn dan natuurlijk gewoon foute politieke keuzes geweest, waardoor de werkdruk wel oploopt voor mensen die daar nu werken. Zometeen gaan we het ook